Goedendag. De nieuwe 30-daagse gaat al deels over december. De eerste wintermaand meteorologisch gezien. Hoewel ook astronomisch gezien, natuurlijk. Want 21 december, 22 december, dan begint zo'n beetje ook die winter. En de afgelopen tijd hebben we het veel over regen gehad. En het lijkt me toch leuk om nu weer eens over sneeuw te gaan praten. Ik heb alvast een vriend van me meegenomen. Maar of die ook tot ontwikkeling kan komen in december, dat is nog wel de vraag hoor. Want het blijft erg zacht. We gaan in detail eens kijken naar de 30-daagse hoe het zit met die eerste wintermaand. En laten we dan eerst eens beginnen met wat is gebruikelijk in december. En de temperaturen die liggen begin december rond de 7 graden. Dat is klimatologisch normaal. En eind december 6 graden, ruim boven het vriespunt dus. En ook de nachttemperaturen liggen over het algemeen geruim boven de 0 graden-grens. Begin december is dat 2,5 graad en eind december 1,5 graad. Natuurlijk, dat is allemaal klimatologisch bekeken. Er zijn altijd uitschieters en vorst is natuurlijk ook best wel normaal in december. Maar de afgelopen jaren zien we toch vaak dat die decembermaand vrij zacht verloopt. Januari en februari, dat zijn de wat koudere wintermaanden. Qua neerslag ook toch wel even goed om naar te kijken, want we hebben al heel veel regen gehad de afgelopen tijd. Normaal in december voor het westen, zo'n 90 tot 110 millimeter, ga je meer landinwaarts, dan zit je zo rond de 70. 90 mm. Goed, dat is normaal in december. Maar voordat het december is, hebben we gewoon nog twee weken November te gaan. November is kletsnat tot nu toe en begin. Volgende week blijft het ook nog wel even nat. Trouwens, het weekend is ook kletsnat. Lage drukgebieden bepalen nog steeds het weerbeeld aan het begin van de week. En dat betekent dat er buien kunnen vallen. Wat we wel zien, heel duidelijk zien, is een hoge drukgebied boven de Atlantische Oceaan. En dat gaat er toch voor zorgen dat het tijdelijk allemaal wat droger gaat worden. Er komt zelfs een uitloper richting de Noordzee. En dat betekent dat het midden volgende week toch wat droger gaat worden. Maar u ziet het al gebeuren. Hè? De stroming die gaat draaien, die gaat naar het noordwesten toe. En vanaf de Noordzee kunnen buien ons gaan bereiken later in de week. Ik zie heel veel paars. Dat betekent dat de kans op winterse buien ook gaat toenemen. Dan moet u niet direct gaan denken dat er een heel pak sneeuw gaat vallen, hoor. want de temperatuur is ruim nog boven het vriespunt. Maar een winterse bui met natte sneeuw, misschien hagel, dat is allemaal wel mogelijk. Ik moet ook daarbij nog zeggen dat we hier kijken naar het Amerikaans model. Het Europees model laat ook wel een uh, verandering zien in deze mate, maar is toch wel minder winters. Nou, ik sluit niet uit dat het later volgende week toch af en toe een winterse bui kan gaan opleveren, het weer. En uh, ja, misschien wordt het dan wel kortstondig wit als zo'n bui in de nacht valt. Ik heb het vaak in de dertigdaagse ook over weerregimes. En een van die regimes dat is het Atlantische Rug. Dat betekent dat we een hoger drukgebied zien boven de Atlantische Oceaan. En dat kan dan zorgen voor een meer noordwestelijke stroming. En zo eindigde net die computeranimatie. Toen lag die Atlantische rug daar. Als dat dan zo blijft, dan kunnen we heel lang een periode hebben met een aanvoer vanaf de Noordzee, maar als we naar de regimes gaan kijken, dan zien we dat er wel degelijk wat gaat veranderen. En dat is dan zo een beetje aan het eind van volgende week, want er komt die donkere kleur erin. En dat is weer een NAO+ ook. Een blocking high is een optie, dat is dan bij Scandinavië dat daar een hoger drukgebied gaat komen, maar de kans erop is beduidend kleiner dan een uh, situatie met NaO+. En wat betekent dat dan? Daar hebben we ook een mooie kaart van. Je moet zich voorstellen dat een normale drukverdeling... over de Atlantische Oceaan... lage druk is in het noorden en hoge druk in het zuiden. En daartussenin heb je dan een westcirculatie... Als dat nog meer uitgesproken is, dus dat de lage druk nog lager is dan gebruikelijk, dan spreken we van een NaO-plus-situatie. En dan heb je ook te maken met een nog sterkere westelijke stroming. In de wintertijd betekent dat vaak nat en zacht weer. En dat lijkt het dan ook te gaan worden. Want als we naar de weerkaarten gaan kijken. en we pakken eerst even 27 november tot 4 december erbij. dan zien we dat hoge drukgebied. Hè, die afwijking van hoge druk. zo'n beetje boven de Golf van Biscayen liggen. En dit leidt tot een west-noordwestelijke stroming. en dat kan dan die buien nog gaan opleveren. Maar qua temperatuur. Ziet het er naar uit dat het eigenlijk wel wat zachter is dan gebruikelijk? 1 tot 3 graden in onze omgeving. Dat betekent echt winterweer kan zo natuurlijk nooit doorzetten. Dit is overigens de kaart voor 20 tot 27 november volgende week. En de kaart van 4 december tot 11 december, die laat ik u dan zo dadelijk zien. Want ik wil u eerst laten zien hoe die luchtdrukverdeling zich verder gaat ontwikkelen begin december. We zien dan nog steeds dat de hoge druk meer naar het zuiden van Europa gaat. En de lage druk, de, ook de afwijking, dat het nog wat lager is dan gebruikelijk ten noorden van ons. Ja, en dit is toch ook een beeld van een west-zuidwest -west circulatie. Overigens. Er zit wel wat meer hoge druk invloed in. Hè? Daardoor kan het allemaal wel wat droger gaan worden. Niet die vele nattigheid van de afgelopen tijd. Dit is echt wel een signaal dat het wat droger kan zijn met die invloed van het hoge drukgebied. Qua temperatuur, zuidwestelijke stroming. Ja, dat betekent toch over het algemeen zachte lucht vanaf de oceaan. Temperaturen zullen vaak iets hoger uit gaan pakken dan wat gebruikelijk is voor deze tijd. Gaan we nog een stapje maken? 11 december, 18 december. Dan zien we niet zozeer meer die invloed van hoge druk, maar wel duidelijk de invloed van lage druk. Luchtdrukafwijking aan de lage drukzijde, die nog wat lager is. Dan betekent dit ook eenvoudigweg dat je te maken hebt met een West-Zuid-West-circulatie. En dat er dus niet heel veel gaat veranderen. Temperaturen blijven ook iets boven normaal. Natuurlijk, het kan af en toe best wel een keertje vriezen. Het is een week gemiddelde. Zo moet u die kaarten wel beschouwen. Het is niet zo dat het elke dag 1 tot 3 graden hoger is. Nee, het is een week gemiddelde. En dat kan ook misschien best wel eens een keer, zeker met een situatie dat de stroming wat noordelijk is, een winters overtrekken. Maar langdurig winter, dat zie ik niet gebeuren. Ik heb het nog helemaal niet echt over de neerslag gehad. En die neerslagkaarten voor de komende vier weken. Die laten eigenlijk heel weinig zien. De neerslagafwijking is normaal in onze omgeving. Het is niet echt droger en het is ook niet echt natter. Ja, alleen die eerste week die ziet er wat, uh, wat natter uit. Dat is de komende week. Maar verder geen afwijking van betekenis en dan mogen we er een beetje van uitgaan dat we geen exceptioneel veel neerslag hoeven te verwachten. Gaan we het samenvatten? Dat gaan we zeker. En dan ziet het er als volgt uit: geen winterweer van betekenis. Wat bedoel ik daarmee? Lange vorstperiodes, dikke pakken sneeuw. Ik zie het niet gebeuren. Natuurlijk, het kan eens een keer een nacht vriezen. En natuurlijk kan er ook wel eens een winterse bui overtrekken. Maar al met al is het toch ook vaak iets zachter. En met die decembertemperatuur in het achterhoofd, zit je dan toch echt meestal wel ruim boven het vriespunt. Wat verder opvalt, is dat deze kaarten duidelijk een tendens laten zien dat het wat minder nat gaat worden. Dus de tendens die we hebben gezien in oktober en ook in deze maand in november, die lijkt geleidelijk aan wat af te zwakken. Nog een fijne dag.